alsjeblieft een goede caterpillar in de paal hebt, want dat is de basis voor deze move. Twijfelt je daarover? Check dan eerst af voor de conditioning video die daarover werd gemaakt, zodat je zeker bent. Wat gaat er zelfs gebeuren? We beginnen vanuit de tabletop position. Dus onze heupen en onze knieën zijn in één lijn ongeveer. Eén hand voor ons hoofd en de andere aan de buik. Deze is in cup. Hè? De elleboog is aan het lichaam. En let erop dat je cupt met je vingers. Dat zo laat zien, met je vingers en niet met je hand. If you know what I mean. Dus niet zo, maar gewoon een mooie rechte pols. Bam. Goed trekken, goed duwen. Buik heel goed opspannen. Als we dan ons been gaan loslaten van de paal, dan gaan we eigenlijk nog net iets harder duwen, net iets harder trekken. Buik net iets harder opspannen. Ah ja, we halen iets weg van de paal, dus hetgeen dat aan het werken was, gaat een tandje moeten bijsteken. Here we go, dus op. Startpositie. Goed duwen. Goed klemmen. Ik trek extra. Klem met de knieën, achterste been plooien. En weg. Mijn heupen blijven vooruit wijzen. En ik hou. Ik strek ook eens uit. Waarom? Om te controleren of mijn heup niet inzakt. Dus blijf die heup omhoog duwen. De heup van de onderste arm. En hou, hou, hou. En breng daarna je knieën aan de paal, voeten aan de paal en glij naar beneden, zoals een caterpillar. Om en uit. Lukt de cup grip butterfly? En dan bedoel ik niet, kun je die 2 seconden houden voor een leuke screenshot te maken van je filmpje, maar kun je die echt houden? Kun je ademen? Ook al is het wat moeilijker. Kun je ademen, kun je 5 tellen daarin staan. Ja? Dat is kunnen. Dan kun je eens proberen om naar een extended butterfly te gaan. Weet nog van de gewone butterfly dat als ik een contactpunt weghaal, mijn andere contactpunten harder moeten werken. Ja? Dus, ik zit in mijn butterfly, ik ben aan het trekken, ik ben aan het duwen. Wat gaat er gebeuren? Die knie gaat naar buiten. Dus ik heb enkel nog mijn enkel. Huh? Ik ga niet hangen aan mijn been, maar ik ga mijn been uitstrekken. Ik sta even kort. Ik ga mijn been krachtig uitstrekken, knie naar buiten. En mijn enkel is eigenlijk een soort haakje. Hier moet ik harder trekken, hier moet ik harder duwen. Want hoe verder ik van de paal ben, hoe zwaarder. Common mistake, been uitstrekken, aan die enkel gaan hangen. Er komt nog, dus als je nu hangt, gaat de rest langer duren. Waar moet je aan denken? Het is eigenlijk deze beweging. Hè? Hier en strek. Hier en strek. Zelfde kracht, zelfde actie. Alleen hangt je enkel aan de paal. Dus onthouden. De elleboog blijft hier ook zoveel mogelijk langs het lichaam, dus die gaat niet zweven. Let ervoor op, want die gaat wel willen zweven. Langs deze kant laten zien, anders kom ik aan de muur. Zo. Hand, hand, op. Stevige arm, billen opspannen, buik opspannen. Butterfly. En knieën uit. Strek uit. En op. Plooi je been. En hier om en weer uit te komen. Borst naar de paal. Hop, hop, hop. Handen. En. Kom er rustig uit. Lukt je extended butterfly? Dan is het tijd voor inverted D. Wel, dat wil eigenlijk zeggen dat je in plaats van 1 enkel aan de paal, 2 enkels aan de paal gaan brengen. Wat gebeurt er hier? Mensen denken, oeh, enkels aan de paal en vergeten al de rest. Nee, het is dezelfde actie als juist. Sterk, sterk been, maar dan wel 2. Dus ik breng wel een ander been bij, maar dat been is super, 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 super sterk. Dat gaat me helpen om mijn stabiliteit te houden. Ik heb mijn enkels wel aan de paal, maar dat is eerder
is de benen openen in een straddle tot Aisha. Dus hoe harder jij leert werken in je inverted D, hoe makkelijker je Aisha wordt. Voor de rest is het allemaal hetzelfde als extended butterfly. Dus zorg dat die goed stabiel is, eer dat je het volgende doet. Dus. Hier. Duw weg. Hops. Butterfly. Goed en duwen. Extended. Mijn andere been aan de bal. Beide knieën zijn een beetje naar buiten gedraaid. Hou ik dit goed? Kan ik mij straddelen om een Aisha te doen. Kom ik eruit. Hetzelfde. Of in elke manier waarop je niet op je hoofd valt, is voor mij goed. Dus zorg ervoor. Inverted D, stabiliteit, core, billen, armen. En dan kun je proberen om je benen open te doen naar Aisha. Zorg dat er iemand in de buurt is als je dat voor het eerst doet. De meeste mensen gaan één kant uitvallen. Heel goed erop letten dat je beide billen, je hele core aanspant en goed duwt en trekt. Je valt naar één kant, omdat die ene kant een klein beetje minder hard aan het werken is. Nog vragen? Laat het mij weten. Tag mij in de progress. Ik ben kei benieuwd. Go!